Welkom bij een nieuwe stelling van de week. Naast me zit mijn compagnon Roy en ik ben natuurlijk Grades. De stelling van vandaag is 60 euro, dat is veel te duur voor een game. En volgens mij ben jij het er niet mee eens. Niet helemaal mee eens, nee. Dat is correct. En waarom niet? Nou, ik reken het altijd om naar hoeveel uren ik er plezier van heb. En als ik een standaard RPG haal en ik betaal daar 60 euro voor en ik speel daar 80 uur mee, dan betaal ik niet eens een euro per uur voor dat geld. Maar als je dan bijvoorbeeld Candy Crush Saga koopt, dat kost je geen euro. Dat is volgens mij gratis, toch? Ja, of het is zelfs gratis inderdaad. Dan haal je misschien nog wel meer uren uit. Nou, dan ga ik Candy Crush Saga spelen, dan ga ik dadelijk downloaden. Maar dan zeg je eigenlijk van dat je het er dus wel mee eens bent. Nee, het ligt eraan. Kijk, Candy Crush Saga is natuurlijk heel kut. Ja. Als een game goed is en ik kan er veel uren in stoppen, dan is het mij om het even dat ik 60 euro moet betalen. 55 is meestal zoiets. Okay. Nou, het gaat mij zeg maar meer om het idee, weet je. Ik vind het een beetje misschien oude economie. Ik bedoel, we hebben nu allemaal films, filmdiensten, Netflix, waar je een abonnement afsluit en een x-aantal films onbeperkt kan kijken. Spotify, weet je, niemand koopt meer een cd in de winkel. En dan vraag ik me af van, met Steam en dergelijke, weet je, dat zou eigenlijk de nieuwe standaard moeten zijn, weet je. Ja, daar ook op het gebied van games. Schuif je het ook wel naartoe. Maar alsnog, als je nu op Microsoft, in de Microsoft Store een spel koopt, dan betaal je er nog 70 euro voor. GTA was toen 70 euro. Ja, ik vind sowieso die prijzen in de Microsoft Store die zijn echt belachelijk. Volgens mij voor 3 jaar oude Topspin 2 staat er nog in voor 80 euro. Ja, maar dat is een klassieker, Topspin 2. Nou, dat moet je daar ook voor over hebben inderdaad. Maar over het algemeen, games zijn altijd natuurlijk, vroeger waren ze volgens mij 129 gulden, nu 60 euro. Nintendo 64 spellen heb ik nog voor 129,95 inderdaad voor mijn verjaardag gekregen. Conker die was zelfs 200 gulden. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dus eigenlijk zijn games niet eens duurder geworden met goedkoper de inflatie. In principe zijn ze goedkoper geworden. Eigenlijk kunnen ze kunnen nog veel goedkoper. Want het ligt eraan, als je een game in de winkel koopt, dan krijg je een boekje erbij. Ook niet eens meer altijd tegenwoordig trouwens. Soms zit er gewoon echt een velletje papier bij. 3 pagina's met disclaimers. Ja, dus ja, weet je, ik vind het gewoon voor wat je ervoor krijgt. En dan de tegenhanger zeg maar met digitaal, vind ik 60 euro tegenwoordig gewoon eigenlijk niet meer kunnen. Ja, maar er zijn nog steeds altijd mensen die wel graag een doosje willen. Die verzamelen alles, die hebben kasten vol staan. Maar waar het mij meer om gaat is zeg maar, je betaalt als je een game in de winkel koopt, betaal je niet zozeer voor de game zelf, als wel voor distributiekosten, ja, dat is waar. Het doosje, alles wat je er omheen krijgt eigenlijk. Dus eigenlijk is 60 euro voor de game aan zich, en dat zie je nu gewoon op diensten als Steam. Ik bedoel, er worden spellen aangeboden voor een budgetprijs. Ik heb toevallig net de Super Mario Bros. Wii besteld, ja. Die was dan inderdaad nu. Ik heb maar 30 voor betaald, maar die kon je ook nog inderdaad voor 50 euro. Ja, maar dat slaat nergens op. Ja. Ja, dat is natuurlijk een keus. Kijk, als mensen het blijven kopen voor 60 euro en voor die prijzen, dan zou je ook wel gek zijn als uitgever als je dat er niet voor blijft vragen. Maar het is een beetje mijn schuld, dus. Ja, eigenlijk wel. Gewoon mensen zoals jij, die laat zich foppen. Nou, ik trouwens ook. Ik heb ook laat me niet foppen. Ik heb het gewoon voor over. Dat is anders. Ik heb het er ook absoluut voor over. Alleen vind ik de stelling is van, het is eigenlijk gewoon te duur. Ik denk dat we concluderend kunnen zeggen dat games over het algemeen misschien wel te duur zijn. Omdat je ziet dat gewoon in diensten als Steam en dergelijke kunnen games gewoon een stuk goedkoper worden aangeboden. Ik denk dat we er eigenlijk gewoon allemaal mede schuldig gaan zijn dat games op hetzelfde prijspunt blijven. Ik denk dat we daar gewoon over eens kunnen zijn. Ja, tenzij we massaal allemaal stoppen met games kopen voor 60 euro, dan blijft het ongeveer hetzelfde. En dan krijgen we weer misschien een nieuwe crash of the videogame industry. Ja, dus beter alles lekker kopen voor 60 euro. Maar dan wel digitaal. Dan kunnen wij beginnen. Goed. Oké, wie gaat aftrappen? Zal ik het zeggen? Ja, ga jij het zeggen. De stelling is toch van... We beginnen met de introduceren van de stelling. 60 euro is te duur voor een game. Dat is de stelling. Ja, dus daar begin je maar. Dat is jouw stelling, die heb jij bedacht toch? Ja. Oké, dat is hem inderdaad. Of 70 euro. Dat zou er vanuit. 60, dat is 1000 euro. 1000 euro is niet meer van deze. Dat is veel te duur. Nieuwe standaard. Yes, let's go. Ja? Ja. Yes, en welkom bij een nieuwe stelling van de week. Naast me zit Roy, jullie kennen hem allemaal wel. Ja.